Dit is een nieuwsuitzending over Friedrich Nietzsche. En die haakt in, gaat door op de vorige uitzending over Martin Heidegger. Dat was ook een Duitser. En ik ga het nog over twee andere Duitsers hebben, ook. Namelijk Arthur Schopenhauer en Immanuel Kant. Misschien nog wel een beetje over Hegel. Hè? Maar Hegel was een sukkel. Je had zichzelf net zo goed sukkel kunnen noemen. Nietzsche is een geweldenaar. En Nietzsche hoef je niets te leren over taal. Er staat ook hier. He became the youngest ever to hold the chair of classical philology at the University of Basel. En toen was hij 24. En filologie, wat is dat eigenlijk? Even kijken hoor. Even Wikipedia erbij. Ja. Ja, precies. Ja, dat wist ik eigenlijk al. Filologie is de studie van taal. Zoals het opgeschreven is in de historische bronnen. Het is een combinatie van kritiek, literaire kritiek, geschiedenis en taalkunde. It is more commonly defined as the study of literary text and written records. Ja. Dat kon je echt. Nietzsche is zo leuk om te lezen. Je kan ook een comedy nemen van de Donald Duck of zo. Van, oh, Donald Duck is in het water gevallen. Ha 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 ha. Ja, je kan ook lachen over Nietzsche. Alleen, ja, Nietzsche is niet Dick Bruna met zijn verhalen van Nijntje. Friedrich Nietzsche, die de wijst hem van. Waar je huis staat. Nou, dat boek wat ik van hem kreeg, ik heb het gekocht, maar ik kreeg het toch, want het geld van mij, dat is helemaal niet van mij, dat is toch van de paus. Maar via het geld van de paus kreeg ik een boekje in handen. En het heette Voorbij Goed en Kwaad. Jenseits van Goed und Böse. En ik begreep er helemaal niks van. De eerste pagina dacht ik van oké, deze pagina begrijp ik niet. Volgende pagina. Nou, toen kwam hoofdstuk 4 of 5. En dat waren uitsluitend aforismen. Een frase van één zin, twee zin, drie zinnen, that's it. Een geinig jongen. Ja, die begreep ik wel. Dat waren allemaal grappen. Net als die mooie kippenmoppen die ik vorige keer verteld heb in die andere uitzending. En de leukste daarvan, die op mij echt indruk maakte, dat was... Ik mag geniaal zijn, maar wel met jullie toestemming. Hè? Vrienden? Ja, die man was geweldig. Maar ik snapte er voor de rest helemaal niks van. Maar toen ik daarna naar de katholieke universiteit ben gewezerd, toen snapte ik. De eerste pagina ook. Door jenseits van Goed und Böse gaat erom dat jij je eigen rol hebt. En je kan wel zeggen, ja, maar die is goed en die is slecht. Lalalala. Ja, daar gaat het helemaal niet om. Dat er goede dingen zijn en slechte dingen zijn. Ja, what else is new? Je gaat er maar aan voorbij. Klooi ho.
der Wille zum Macht. Hij is een voortbeduurder op... Even kijken, waar staat hij hier? Deze meneer. Daar ga ik het de volgende keer over hebben. Arthur Schopenhauer. Nou, Wagner, dat is die man die in Libanon dat mooie ding gemaakt had. En Goethe. En Goethe was een bekende van de moeder van Arthur Schopenhauer. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En die mensen hebben met elkaar te maken gehad. Nou, Schopenhauer, die kwam met zijn fameuze term de wil. Dus, het geldt voor Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer en Immanuel Kant, is dat zij in hun werk niet refereren aan de Bijbel. Zij verzoeken te vertellen hoe het zit zonder zich te beroepen op de Bijbel. Nou, in principe is dat niet nodig, maar het mag wel. Als je het maar goed onderbouwt. Als je tot dezelfde conclusie komt als dat wat in de Bijbel aangeboden wordt. Ja, wat maakt het uit of je dat dan doet in het Asturianu of zo, of het Aragonees, of in het Oude Engels, of Afrikaans. Er is maar één waarheid en die heet de waarheid. Zijn these met voorbij goed en kwaad is dat het allemaal zo erg niet is. Je hebt ontzettend last van al die mensen in je omgeving die allemaal het vingertje omhoog doen en tegen jou zeggen, nou, ik weet niet of het wel goed is hoor, wat je doet, want ik heb zo het idee. En je moet eraan voorbij gaan. Kijk, de wil, en dan pak ik, ik ga zo dadelijk met een volgende uitzending over Arthur Schopenhauer uitleggen wat de wil is. Maar die wil, die moet tot macht komen. Als die wil niet tot macht komt, als die wil niet tot heerschappij komt, dan ben je gewoon een sukkel. En dat klinkt een beetje hard, maar het is beter dat Friedrich Nietzsche dat van tevoren tegen jou heeft gezegd, dan dat je er achteraf achterkomt dat het beter was geweest dat hij dat van tevoren tegen jou had gezegd. Dat je had geweten, ja, dat je kan gokken in Las Vegas, maar dat is totdat je poen op is. En dan word je er gewoon uitgezet. De wielen zum macht. Dat is van hem. En een hele mooie, die ik ook van hem gelezen heb, is de vrolijke wetenschap. Die vrolijke wissenschaft. Zat die hieronder? Even kijken of jullie... Ik kan zien dat jullie kunnen zien... Even kijken, of Wurks. Even naar de Wurks kijken. Even kijken hoor. Deze is ook mooi. Also sprak Zarathustra. Daarin wordt de Übermensch aangeduid. Dit is Beyond Good and Evil. Jenseits van Goed en Böse. Maar waar zit nou die vreugde wissenschap? Ik pak hem even bij, hoor. Ja, dat niet. Gebeurt er wat? Ja. Dit boek heb ik gelezen. Het was een beetje een vreemd lang verhaal, maar
ik heb zo'n huwelijk gehad en die vrouw, dus de moeder van mijn kind, die wilde wel eens alleen zijn. Ze wilde heel graag met andere mannen zijn, dus dat mocht ook van mij. Het was een soort Hosea, zullen we zeggen. En als ze dan thuis was, had ze het liefste dat ik weg was. Want ik keek altijd zo. Je snapt het wel, hè? Dat je altijd zo kijkt en dan had ze gewoon schoon genoeg van. En dan ging ik met de vrolijke wetenschap, dat boek, naar de kroeg. En dan dronk ik een kopje thee. In die tijd dronk ik geen alcohol. En rookte ik pure wiet. Geen tabak of zo. Nou, en ik lekker in de vrolijke wetenschap lezen. En ik had het reuze naar mijn zin. Vriendelijke mensen, leuke muziek op de achtergrond. Komt hij daar? Dus meneer Nietzsche, dus Herr Nietzsche. Met een afleiding. En die gaat als volgt. Het is een parabel. Hij zegt, stel je eens voor. Jij bent een medewerker voor het feest. En de gasten komen eraan. Je weet wanneer ze komen. En jij bent de gordijnen aan het inhangen. Nog een beetje jus over de kalkoen aan het gieten. Je bent de kier royaal nog aan het mixen. Of iets wat nog lekkerder is. En andere mannen die staan de muren te witten. Want ja, het moet een mooie zaal zijn. Hè? En allemaal nog ladders erin en lekker bezig. En dan plotseling hoor je gemommel. En dan draai je je om. En ja hoor, de gasten komen er al aan. Terwijl jij nog op de ladder staat met je witselkwast. Dan ben je mooi te laat. En dan gaat waarschijnlijk het hele feest niet door. Want de gasten denken dan, wat is dit voor een feest? Het is niet eens klaar. We gaan weg hoor. Dat is een... Ik kreeg bijna een hartaanval van angst. Want zo is het. Je kan allerlei mooie plannen hebben. Maar als het niet op tijd klaar is. Af is. Zodat de volgende stap genomen kan worden. Te weten in dit geval een feest met mooi aangeklede vrouwen en mannen met sigaren en een baard. Dat is dan de volgende stap. Maar als die niet kan komen, dan heb jij je hele voorbereiding voor niets gedaan. Daarom heet je ook Friedrich Nietzsche. Dat hij zegt, mensen, wees zuinig met dat lichaam wat je hebt. En maak daar wat van. Stop je geld waar je mond is. Neem geen genoegen met wat voor een priester, wat voor een dictatoriaal persoon. Hij vertelt niet van de Bijbel. Oké, dat is tot daar aan toe. Maar dat hoeft ook niet. Van de andere kant, de logische kant, de moeilijke kant, de hard way, heb je het toch precies hetzelfde hoor. Er is echt geen verschil. Ik heb het boek Jenseits van Goed en Beuze, voorbij goed en kwaad, heb ik in 2011, was het 2010, heb ik het opnieuw gelezen. Het is een heel mooi boek. Het is erg gecomprimeerde taal. Martin Toonder van Olie B. Bommel, dat is ook niet zo makkelijk. Maar makkelijker dan Friedrich Nietzsche. Daar kon die man helemaal niks aan doen. Hij moest zich als een zalm tegen de stroom in omhoog zwemmen. En hij moest
echt alles. Hij heet wel de filosoof met de hamer. Iedere bullcrap heeft hij gewoon omlaag gesabeld. En hij is wel met zijn tengels van de Bijbel afgebleven. Dus mag je hem... Dan mag je hem voor eren. Dat hij ook wel begreep van dat boek, daar gaan we niet over zeuren. Nee, we gaan alleen maar lopen zeuren over katholische mishmash. Gibberish. En alles wat erbij hoort. Oh ja, even dat gedicht voorlezen. Dit is wel een beetje, dit lijkt me wel gnostisch hoor. Even uitvergroten. Kom, work with me. Mijn computer is echt een beetje ziek hoor. Maar ja, hij komt er wel aan. Ik wohne in meinem eigenen Haus. Hab niemanden, nie nichts nachgemacht. Und lachte doch jeden Meister aus, der nicht sich selber ausgelacht. Over mijn huisdeur, über meine Haustür. Je kan je Bijbels tegen inbrengen dat jij en ik, wij wonen in het huis van onze vader, dus niet je eigen huis. Aan de andere kant, ik heb ook mijn eigen huis. Met mijn eigen sleutels. En ik weet precies wie er een kopie van mijn sleutels heeft. En in mijn woning komt gewoon niemand binnen als ik dat niet wil. Tenzij ze grof geweld gaan gebruiken. Dan ben ik ook machteloos. Hè? Even kijken, maar dan heb je haap niemand niet niks nachtgemacht. Wat is dat? Dit doe ik niet goed, sorry. Dit is zo'n detectives, German detectives en dan Dutch. Geïmiteerd. Ja, natuurlijk. Ik heb niemand geïmiteerd. Je moet ook helemaal niemand iets nadoen. Je moet je eigen weg gaan. Dat staat in de Bijbel ook hoor. Dat God heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. En hij was een schepper. Was God een. Zat hij iemand na te doen? God deed toch alles vanuit zichzelf? En wij zijn kinderen van hem. En dan zegt hij hier und. Ik lach ook iedere meester uit die zichzelf niet heeft uitgelachen. Die niet zijn eigen domheid heeft ingezien. Dus ik vind hem geweldig. Het zijn boeken van troost. Het zijn boeken waar je, net als met internetporno, je bent eventjes van de wereld af. Met de Bijbel heb je dat ook hoor. Dan ben je ook even van de wereld af. En dan zit je in die woorden. En dan wil je mooie woorden lezen. En Friedrich Nietzsche, die kon mooi schrijven. Ik heb nu 3 werken genoemd. Dat is Voorbij Goed en Kwaad. Alzo sprak Zarathustra. Met zijn concept de Übermensch. Oh, die zal ik nog even vertellen hoe die in elkaar zit. En die andere is dus De Vrolijke Wetenschap. Ik denk dat ik nog een paar werken van hem meer heb gelezen. Maar die kan je zelf ook wel vinden op internet. Begin maar met deze 3. En neem daar... Het schijnt dat rooibos thee tegenwoordig ook alweer giftig is. Nou, dan maar whisky. Van die goedkope meuk. Van de Lidl of de Aldi. Die hebben toch ook zo'n sterke drankafdeling. Als laatste over de Übermensch.
het verhaal, de anekdote, de omstandigheid die in Also Sprach Zarathustra staat, is dat er een ravijn is met een touwbrug. En een oude man met hoogtevrees, die wil naar de overkant. En die loopt helemaal gebogen. Hij houdt zich vast aan die touwtjes en, ja, van de touwbrug. En bang, bang, bang. Nou, en dan komt erachter een jonge man. En die wil ook naar de overkant. En die ziet dat die oude, bange man voorover gebogen loopt. En die jonge man denkt, ik wil er langs, maar daar wordt die oude man bang van. Dus weet je wat? Ik loop gewoon over hem heen. Ik neem een aanloop en is het zzzz, en ik ben voorbij die oude bange man. En ik ga naar de overkant. Dat is de Übermensch. De mens die boven zijn angst uitstijgt. En dat moet iedereen doen. Je komt er anders niet. Je zal wel moeten rennen, moeten huppelen, springen. Doe het maar. En kom aan de overkant. Dan bist du ein Übermensch. En je veiligheid vind je in de Bijbel. En Nietzsche zal je vertellen, als je hem goed leest, dat je toch je Bijbel moet lezen. Want uiteindelijk, er is maar één waarheid. En die komt naar boven. En dat gaat duidelijk worden. Lang leven het internet. Die komt naar boven. Op een of andere manier. Straks krijgen we in plaats van internet, krijgen we mononet, denk ik. Maar dan zal de waarheid nog steeds naar boven komen. Want het gaat over de wil tot macht. En in de volgende uitzending over Arthur Schopenhauer zal ik vertellen wat de wil is. En dan komen we uiteindelijk gewoon terug bij de Bijbel. Ontzettend bedankt dat jullie hiernaar geluisterd hebben. Ik stel dat heel erg op prijs. Ik was gisteravond in de kroeg, want ik zit altijd in de kroeg. En dan sprak ik een vrouw en zij was van een familie van Kataren. En zij flapte me de ene Bijbeltekst naar de andere om de oren. En zij liet zich niet ringelen horen. Zij was wel degelijk in staat om meerdere alcoholconsumpties achterover te mikken in haar droge nek zonder dronken te worden. Doe haar dat maar eens na. Zij was ook een verstandige. Mensen die weten dat er dingen gelden. En daar heb je je aan te houden, of je doet het niet, en dan krijg je klappen. Dan is het boem, boem, klein, klein. Op een of andere manier. En zij is dan heel erg van de terughoudendheid. Dus zij is absoluut niet agressief of zo. Maar ze weet wel dat er mosterd gehaald is door Abraham. En ze weet ook waar Abraham die mosterd vandaan haalde. Namelijk van het mosterdzaad. Dit was het laatste. En ik zeg op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.